De 20-jarige aanvaller maakte al in het seizoen 2014-15 zijn debuut in de hoofdmacht van PSV. Waar hij vorig seizoen geregeld een basisplaats kreeg, is hij dit seizoen definitief een vaste waarde geworden in het elftal van Filip Cocu. In 29 wedstrijden in alle competities was Bergwijn 7 keer trefzeker en gaf hij 8 assists. In Eindhoven speelt hij normaaliter vanaf de linker- of rechterflank, dat is bij Jong Oranje anders, waar hij vaak wordt gebruikt als spits. Omdat ik geloof dat Steven het prototype is van de moderne centrumspits. Geen man ballen inkopt, maar iemand je vanuit het centrum zowel in de voet aan kunt spelen als in de PTE kunt lanceren, vertelt Langeler in het Algemeen Dagblad. Kijk naar wat er internationaal aan types in de spits staan. Je ziet steeds minder het type Weghorst of Luc de Jong en meer types als Sergio Aguero, Dries Mertens, gedrongen, wendbaar, snel, redelijk tweebenig. Die ontwikkeling zie ik Steven ook maken. En in een speelwijze met 2 of 3 spitsen maakt dan niet uit, Bergwijn heeft nog een contract tot de zomer van 2021 bij PSV, maar wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een transfer naar een van de grote Europese competities. Het zou goed zijn als hij nog een tijdje bij PSV blijft, denk ik, zodat hij nog beslissender kan worden, adviseert Langeler. Hij heeft in elk geval een stabiele omgeving, komt uit een goed nest. Ik ken hem zelf als een liefhebber, wil voetballen en plezier maken, of dat nu bij PSV, Jong PSV, Oranje of Jong Oranje is.